Hey lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar deze video. Om te beginnen wou ik even reageren op mijn vorige video. Theater De Vesten zie je hier achter mij, het theater van mijn stad. Ik heb zelf nog nooit een voorstelling bijgewoond in dit theater, maar ik vond het toch wel erg cool om op dat podium te staan, 5 minuutjes. Erg veel geleerd van die ervaring. Zeg maar, het was heel wat om zoiets in elkaar te draaien, zeg maar. Ik zeg niet dat het optreden, zeg maar, van een hoog niveau was of zo. Het was zwaar om zoiets te leren. En dan kun je nagaan, dit waren maar 5 minuten en geen 50 of 120. Dus zeker meer respect gekregen voor die mensen, zeg maar. En het was ook een mooi hoogtepunt en een afsluiting van een periode in mijn leven. Ik ben DJ geweest vroeger. Ik heb altijd die honger gehad naar het podium. En terwijl ik bezig was met het voorbereiden hiervan, dacht ik ook van, nou ja, misschien dat cabaretiervak, dat lijkt me wel wat. Maar man, wat is dat zwaar. En je wordt best wel onzeker ook. Van het hele proces. Maar volgens mij zeg ik dit zelf ook in het filmpje. Dus dat wou ik even benoemen. Dank je wel voor jullie lieve reacties. It made my day. Wil ik daar even mee zeggen. En dan wil ik het nu hebben over het volgende. Als ik knip naar de volgende scène, gaan we het hebben over beschermd wonen, begeleid wonen en alles daaromheen. Hey, wat doen jullie daar nou? Ah, Ludikie vallen, sorry hoor. The fuck deed je in mijn koelkast, man? Zo, ik ben er even bij gaan zitten. Dat is toch wat makkelijker. Deze video kan misschien 10 minuten duren, misschien wel 15 minuten. Ik hoop dat je hem interessant vindt. Zoals ik zei, ik ga het hebben over begeleid wonen, beschermd wonen. Wat is het? Wat is het verschil? Voor wie is het? Mijn ervaring. Mijn mening misschien ook wel zelfs. De verschillende gradaties erin, zeg maar. Laten we beginnen met mezelf. Ik ben begonnen met begeleid, of toen heette dat beschermd wonen, rond mijn 20ste. Dat is nu zo'n jaar of 10 geleden. Voor mij was het rond mijn 20ste. En hoe heet het? Je komt dan gewoon, zeg maar, je krijgt dan gewoon een huis met eigen voordeur. Ergens in een woonwijk. In mijn geval is dat in Delft het Tandhof. Dat is toen zo gelopen, zeg maar. Mijn ouders leek dat op dat moment gewoon handig. Beschermd wonen en, is voor verschillende soorten mensen. Mensen met een verstandelijke uitdaging. Mensen met autisme, PDD-NOS. Mensen met een psychiatrische ziekte. Bijvoorbeeld ook mensen die langdurig hebben vastgezeten, bijvoorbeeld, en dan doorstromen naar begeleid wonen of beschermd wonen. Ik denk niet dat dat in alle gevallen zo is, maar je kunt je zo voorstellen dat als jij 6 jaar of 5 jaar geleefd wordt in een gevangenis, dat je weer even op gang moet komen. Dus ook daarvoor kun je begeleid gaan wonen. Je hebt verschillende gradaties daarin. Je hebt beschermd wonen is heel erg misleidend. Ik denk dat mensen dan denken dat je 24 uur in de gaten wordt gehouden, dat je maar niet jezelf in brand steekt. Ik zeg maar even wat heel geks. Ik denk dat daar een beetje een verouderd beeld van is. Dat je, zeg maar, in een woonvorm woont met andere mensen. En dat jullie allemaal een huis delen. En die groep bestaat wel. Dat heet gewoon beschermd wonen in groepsverband. Maar dat is echt voor mensen die, die, zeg maar, die niet helemaal volwassen kunnen worden. Of zo. Sommige mensen hebben dat nou eenmaal. Dus die delen hun huis. Die hebben 24 uur lang begeleiding. Of er wordt voor ze gekookt. Ze koken samen en zo. En
Nou, ik heb gewoon een eigen huisje. Op dit moment woon ik individueel. Individuele bescherm wonen of individueel begeleid wonen. Dat verandert nog wel eens van term, maar het komt op hetzelfde neer. Dus dat betekent dat ik huur het huis en ik koop begeleiding. Zeg maar, voor mij is dat maximaal kost dat 2 tientjes in de maand. En dan krijg je een persoonlijk begeleider, je krijgt een woonbegeleider en je krijgt, als je dat nodig hebt, een schoonmaakbegeleiding. Of dat is ook iemand die je bijvoorbeeld helpt met koken. Alhoewel, de schoonmaakbegeleidster is ook vaak een woonbegeleidster. En die komt dan langs bij jou om je dingen te leren met schoonmaken of zo. Te kijken of alles wel goed gaat. Net als de woonbegeleider. Dan nu even over persoonlijk begeleiders. Het verschil tussen een persoonlijk begeleider en een woonbegeleider is dat een persoonlijk begeleider die staat, zeg maar, heeft de leiding over de woonbegeleider, zeg maar. In die zin dat de persoonlijk begeleider die let op de big picture in je leven. En de woonbegeleider, daar kan je gewoon heen lopen als die er is. Het zijn er verschillende. Je krijgt wel een eigen woonbegeleidster, maar je kan naar elke toe lopen en die helpt je met kleine dingetjes. Maar echt grote dingen, daar helpt de persoonlijk begeleider dan weer mee. Ik heb er inmiddels denk ik 3 versleten. De eerste was een wat oudere man, wat dichter in de leeftijd bij mijn ouders. 4 trouwens. De tweede was een wat jongere gozer, nog wel ouder dan ik. Ja, dat was ook wel een aardige gozer. Het probleem bij hem was alleen dat hij zei op een gegeven moment, jongen, ik ga op vakantie. En 2 weken later kreeg ik een brief dat mijn persoonlijk begeleider ander werk had gevonden en dat ik een nieuwe begeleider kreeg van de een op de andere dag. Dat was lastig op dat moment. Dus dat. Daarna kreeg ik een hele aardige dame. Die is toen op een gegeven moment ook wat anders gaan doen. Iets wat ze leuker vond om te doen. En nu heb ik een jonge gozer die ook wel aardig is. Hij is jonger dan ik. Maar het is een vlot, sympathieke gozer. En hij helpt mij met dingen als ik het nodig heb. Ik denk dat er veel verwarring is over de taak van een woonbegeleider of een persoonlijk begeleider en wat het inhoudt. En in hoeverre ze je handje vasthouden. Want waar zij naar kijken is hoe zelfredzaam jij bent als persoon. Dus als jij iets zelf zou kunnen, dan gaan ze je aansporen om het zelf te doen. En als zij zien dat jij iets niet zelf kan, bijvoorbeeld, ik ben niet goed in boodschappen doen of zo, dan gaan ze dat samen met jou doen. Of je kunt niet omgaan met geld. Dan gaan ze dat ook samen met jou doen. Heel veel mensen die in dit circuit zitten, die hierbij komen, die hebben niet altijd een stabiele thuissfeer. Of ze hebben geen contact meer met ouders, of ze hebben geen ouders, of er is altijd wel iets aan de hand. In mijn geval heb ik een hele hechte band met familie. En dat is in deze sfeer is dat best wel zeldzaam. Dus dat betekent dat ik een stabiel sociaal contact heb met familie. En dan gaan ze ervan uit dat heel veel taken ook wordt opgevangen door familie. Want beschermd wonen is, zeg maar, het laatste vangnet. Zeg maar, als het echt niet gaat, dan... ik heb wel eens een periode gehad dat het wat moeilijk ging. En dat er echt werd ingegrepen, zeg maar, bij mij. Omdat ze niet konden inschatten hoe het met me ging. En toen stond binnen 24 uur stond er ineens crisisdienst op de stoep. Die zijn vanuit GGZ. Het bleek allemaal wel mee te vallen achteraf. Maar om een idee te geven, dat is wat beschermd wonen doet. Ja, als laatste kan ik zeggen... kijk, ik ben er toen ik op mezelf ben gaan wonen,
ben ik in beschermd wonen gerold. Er hangt een soort stigma op, denk ik, op dat soort dingen. Net als andere dingen in de gezondheidszorg. Maar ik vind het nergens voor nodig. Als ik nu terug zou kunnen gaan in de tijd. En natuurlijk, ik zou wel willen gaan studeren. Maar als ik de keuze zou moeten maken tussen studentenhuis met allemaal studenten. En je weet hoe dat eruit kan zien in zo'n studentenhuis. Of in je eigen woning begeleid wonen. Dan anytime in je eigen woning begeleid wonen. Want je leert zeg maar vaardigheden. Die mensen die in een studentenleven gaan, zeg maar. Ja, ik bedoel, je moet je toch wel een beetje schamen als je op je 28ste je was nog laat doen door je moeder. Zeg maar. En zij leren gewoon, zij zijn gewoon. Ik vind dat die mensen achterlopen in hun vaardigheden. Het feestje gaat wat langer door bij hun. Daar ben ik weer. Ja. Begeleid wonen, ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? 1 keer per week, als je beschermd woont, kan je voedingsgeld ophalen. Dat kan zijn op maandag of op vrijdag. Dat geld, zeg maar, dat heb je zelf betaald. Alleen houden zij dat apart en geven zij dat weer aan jou. Dus het gaat van je eigen bijdrage af. En dat gaat dan, zeg maar, het komt uit een ander potje, komt het weer bij je terug. Dat was in mijn tijd is dat €39 per week geweest. Dat is nu €42. En misschien als jij dit filmpje kijkt is het €50 per week. Wie weet, dat verschilt. Dus daarvan doe je boodschappen. Dat is ook wel fijn om dat te hebben, zeg maar. Dan krijg je ook nog eens in de maand krijg je €15 ontspanningsgeld. Dat kan ook nog zijn dat het verandert op jouw moment. Ik hoop dat ik zo een beetje voldoende beschermd of begeleid wonen heb beantwoord. Heb je vragen? Stel ze hieronder. Vond je deze video leuk? Geef hem dan een duimpje. Dit was hem weer, jongens.